Hey kijkers, van dus David Kraft, welkom bij de serie van Colin en mij, waarvan we nog steeds geen naam hebben. Heel veel veranderd inmiddels, want ik heb in een keer een haarcut en zo gehad. Colin, ik heb baardgroei. Ja? Oh, ja. Want even voor de mensen thuis, we hebben 2-3 weken niet opgenomen, dus we gaan nou weer even verder. Even in een grote batch. En we weten dus nou oprecht niet meer waarvoor we dit gedaan hebben. Waren we dronken of zo? Waarvoor hebben we zoveel zin? Nee, wij wilden coole dingen bouwen. Of ja, jij wilde coole dingen bouwen. Je microfoon kraakt, maar dat maakt niet uit. Mijn microfoon kraakt. Ja. Okay. Well, ik probeer niet te schreeuwen. Oké, dit gingen we wel... Ik ben gewoon heel enthousiast. Schijnbaar gingen we dit al wel meenemen. Ik weet echt niet meer waarom, man. Ik dump even een paar dingetjes erin die we volgens mij niet echt meer nodig hebben. En kom, we nemen zoveel mogelijk van het spul mee, collega. We maar ik heb ook superveel pickaxen. Volgens mij waren we nog niet klaar. Wou je nog meer gaan hakken? Oké, je hebt me overtuigd. Nee, maar ik kan niks meenemen. Heb je geen ruimte meer? Nee, ik heb geen ruimte meer. Oké, een feitje over mij. Colin heeft geen ruimte. En mijn webcam is uitgevallen. Oké. Oh god. Laten we ze even fixen dan, want ze hebben een hele rare aflevering. Huh? Wat? Huh? Hè? Wat ben je aan het doen? Ik heb geen... Ik ben een Aziat die technisch niet goed aangelegd is. Had je vroeger niet zo'n vader die zeg maar alleen maar 10 en 9,5 en zo hebt? Als je dan met een 8,5 thuis komt dat je echt in de shit zit. Hebben we nou over vrouwen of hebben we het over? Je vader hebben we het over. Maar over vrouwen als cijfers? Oh heb ja, jij... dat ook. Ja, thuiskomen met een 9. Oh, ja. Thuiskomen met een 9. Maar wat nou als het een 9 graf jij? Is? Oké, okay, ja. Graf jij? Jij bent natuurlijk ook jong geweest, hè? Doet je webcam het weer? Ja, hij doet het weer. Okay. Hallo. Als je uitging, ja? Waar ging je dan meestal naartoe? Naar Skopje in Bijlen. Is dat een kroeg of een club? Dat is een club. Of moet het een club voorstellen? Nee, het was oprecht een van de allergrootste in het noorden. Dat was wel echt een club, ja. Oké, en hoe deed je naar chickie scoren? Nou, ik voel me heel oud door chickie scoren te zeggen. Ja, snap ik. Maar natuurlijk vraag je eerst op de MSN. Maar even in de realiteit, en dan wordt het jouw hele verhaal misschien heel saai van. Ik heb eigenlijk al vanaf mijn 15e, 16e altijd een relatie gehad. Dus ik ben nooit uitgegaan om chickies te scoren, ouwe. Ik ging er gewoon heen om even lekker een beetje te feesten, te suipen, dat soort dingen. Gezelligheid. Ben jij een gelegenheidsdrinker? Nee, je bent geen gelegenheidsdrinker. Ik ben een alcoholist. Ja, dat is het eigenlijk wel een beetje. Ik weet één keer, dit is 3 jaar geleden. Ja. Toen hebben wij een hele rare video ooit opgenomen. Iets van Project X iets. Ja. Kun je dat nog herinneren? En was je daar dronken? Ik was daar niet dronken, maar er was wel drank in het spel. Wel degelijk. Hè? Ja. Dit weet ik nog. Dit zijn... Oh, expose hier. Nee, dat valt wel mee. Kom, we gaan even lekker teruglopen, want ik heb genoeg. En dan mag jij dat verhaal verder vertellen, want ik snap er helemaal geen reet van. Nou, we waren dus... Ik kwam bij jou toe. Eten meenemen, eten. Ja. Ik heb eten. Maar ik ging dus naar jou toe. In 2013 was dit, in de zomer. Hey, ja. Ik weet het als de dag van gisteren. En toen... was ik nog niet zo'n... Ik dronk niet echt. Maar wat voor een opname? Een spelletje? Wat? Ik snap... Nee, we hadden toen iets opgenomen en dat had je dezelfde avond nog geëdit. Dat weet ik nog. En ik kwam daar rond een uur of 8 of zo. Ja. En toen gingen we een of andere... Ik heb nog boven op jouw auto gezeten. No way. Ja. What the fuck heb jij het over? Dat was samen met Riff en Vin... Ik weet, misschien herinneren mensen zich dit wel. Hè? Het zegt ja, echt helemaal. Dit is echt al 3 jaar geleden. Dit is echt 3 jaar geleden. Dit is... Oké, ik weet niet of mensen die video nog herinneren. Ik weet niet of die überhaupt nog erop staat. Op welk kanaal? Hij staat op Dus David Games. Hè? Ja! En dan was jij dronken? Nee, ik was een... Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer. En wat deed je dan? Ik had een muts op. Ja. En toen gingen we gingen naar een bos. Op een gegeven moment. Oh my god! Ja? Weet je dat? In de auto en zo. Ja! En op
nee, we stonden ook in een weiland waar een koe Je kraakt echt tering hard, Colin. Het is echt alsof je een hele goedkope microfoon hebt. Maar ja, vertel je verhaal ondertussen verder. Oké, ik moet niet schreeuwen. Nee. Misschien is dat het. Oké, ik ben gewoon enthousiast. Maar... ik weet het in één keer weer, ja. Jezus. Dat was echt... Maar waarom hebben we die gemaakt? Ik heb geen idee. Volgens mij hadden we tequila gehad. Dat was hem. Ja, en jij ging toen... Oh ja, en in die auto was jij een of ander facebeest of zo. Ja. Ik moet even trouwens oriënteren. Waar de crap zijn we en waar de fuck moeten we heen? Ja, ergens die kant om. En op een gegeven moment... Oh, ik weet nog... Oké, dit zijn dark secrets. Ja. Maar er was eigenlijk een shot waar jij ook zat aan het einde. Waar je zei, waar zijn jullie geweest? En dat was toen niet scherp gefilmd. En toen ben je super boos geworden op iemand. Op wie ben ik boos geworden? Iemand die meedeed in die video. Die het toen filmde. Maar ik weet dus niet eens meer waar die video over ging. En de kijkers die nou kijken hebben zoiets van... De fuck gaat dit over, man? Hij ging ook nergens over. En volgens mij, ik weet niet of hij nog op je YouTube kanaal staat trouwens. Ik ga hem daar eens opzoeken. Hou je mij nog bij trouwens? Want ik ren gewoon door vanwege al die creepers en shit. Ja, ik zie ze achter je aanlopen, dus ik weet wel ongeveer waar ik naartoe moet. Maar ik ga die video opzoeken en misschien een stukje laten zien. Wat dacht je daarvan? Echt? Dat is zo oud? Oh my god. En ja, had je daar toen je groene vestje al aan? Ja! Was dat toen al een ding, zeg maar? Weet je dat ik dat amper draag tegenwoordig? Ja, doe je dat niet meer? Betalen ze niet genoeg meer? Nou, weet je wat het is? Zeg maar, hij is een beetje lossig. Ew. Ja. Ik bedoel maar. En nu? Nee, ja, ik natuurlijk ook het sporten en dat soort dingetjes. Ik moet een nieuwe gaan aanschaffen, denk ik. Maar ik denk dat ik dan een andere kleur wil. Dude, ik weet echt niet waar we zijn. We zitten in ieder geval de bos. Ik loop gewoon even rechtdoor. Ik zie mushrooms hier en zo. Nee, oh! Ik heb hier een meertje gevonden en ik denk dat aan de overkant misschien het zou kunnen zijn. Ik heb wel een brug gebouwd daar ergens. Waar ben jij? Ik heb geen idee. Dit is wel een spannend avontuur op deze manier. Ja, maar vertel even verder over die video. Wat kun jij er nog van herinneren? Ik moet hem nog bekijken. Het was echt een heel spontaan idee. Jij had zeg maar zo'n... Je had dus je camera en je had zo'n lamp ervoor die super fel was. Een ledlamp was het. Ja. Die op batterij werkt. Precies. Dat soort dingen onthoud ik. En je was er net mee aan het spelen. En op een gegeven moment zaten we elkaar aan te kijken. Zo, met z'n vieren waren we. Ik weet niet of Ronald er ook nog bij was. Ja, ik weet dus ook niet meer met wie het was. Maar voor mij wel met Revé, dat klopt. Met Revé en volgens mij ook met Vincent. Vincent? Ja. Was die, maar die woonde dan waarschijnlijk bij mij of zo. Ja. Oh, ik heb het gevonden. Hoe heette die? Ik heb het huis gevonden. Oh, hoe dan? Ik heb geen idee, maar ik ben er. Oké, wacht. Zal ik jou coördinaatjes geven? Ja, doe eens. Even kijken. Dat is... Ja. Oh ja, dankjewel. Wow. Gevonden. Oh, daar ging het zand voor halen, voor ramen. Ja, maar waarvoor hebben we dan... Allemaal... Oh ja, we hebben heel veel sandstone. Oké. Maar heb je ook gewoon normaal zand? Jawel, heb ik wel. Even kijken, dit is gewoon... De sandstone doe ik erin, in de kist. Is het gewoon zand? Het is gewoon zand. Het is gewoon zand. Oh shit, ik doe het verkeerde. Dude, ga even verder over die video. En dan ben ik helemaal hyped. Ik wil het zien. Het was zo'n rare video. Ja. Ik weet ook nog dat hij een claim heeft gehad. Want we hadden zo'n... Avicii was toen helemaal de shit. Maar staat hij er nog wel op dan? Ik heb geen idee of hij er nog op staat. Zal ik eens even gaan zoeken? Zal ik zoeken? Want anders, als jij het doet, dan... Want jouw webcam is ook gewoon te zien. Dat maakt helemaal niet uit. Nee, maar jouw opname valt dan denk ik toch of niet? Ja, die valt dan helemaal stil. Nou, ga jij eens even zoeken. Ik denk... Dus David Games... waarschijnlijk zo'n kuttitel gegeven als... Project X of zo. Beste video X, Project X inderdaad. Hey, fuck it, ik ga ook zoeken. Ik kan er niet tegen. Oh mijn god, Project X Fail DDG Edition. Oké, wacht, we gaan tegelijk kijken. Oh nee, hij staat er niet meer op! Meen je? Hij staat er niet meer op. Is hij privé of verwijderd? Even kijken, hij is 11 juli 2013 is hij online gezet. Maar is hij verwijderd? Hij is privé. Mooi, dan kan ik hem kijken. Oh. hij is even het kanaal aan het laden. Oké. Ik wil hem tegelijk met jou bekijken, man. Ja, maar ik kan hem niet als iets zien. Want hij staat op privé. Hoe heette die? Project X? Fail.
Het is echt, ja, misschien dat sommigen van jullie me herinneren. Kijk, als we echt wel heel lang. Op DDG. Op DDG. Project X-Fail. Juli 2013. Ik kan hem niet vinden. Juli 2013, echt het begin van juli. Dus David Games. Maar hoezo zie je hem nog wel dan? Want ik kan hem dus niet in. Nee, ik zie de tweet. Ik heb de tweet gezocht. Ik heb Project X en toen dus David Games te krijgen. Stuur mij de tweet even via, Skype. Dan ga ik even kijken. Oh mijn god, jongens. Ik ben ook helemaal gehyped nu, hoor. Oké. Kijken of ik die nog zou kunnen bekijken. Niet beschikbaar. Hij is gewoon verwijderd door die fucking klootzakken van Avicii. Is hij verwijderd? Ja. Oh nee! Ik heb hem niet meer. No. Misschien? Misschien heeft iemand hem gere-upload, want dat was helemaal de shit toen. Project X veel dus David Games. Nee, man. Oh, dit is zo'n zonde. Maar ik begin me helemaal weer te herinneren hoe het eruit zag. Ik weet het weer. Ik weet precies weer wat het was. Kom, we gaan het weer verder. Zo lang ken ik David ondertussen al. Meer dan 3 jaar. Audio. Holy shit. Mijn arme kijkers. Zo lang ken ik... Als ik mijn microfoon dan nog zachter zet. Ja, dan is het waarschijnlijk beter. Ja, ik denk het ook wel. Is het al beter? Kan ik nu enthousiast hard praten? Ja. Oké, mooi. Dan ga ik nu mijn verhaal vertellen... Over hoe lang wij elkaar eigenlijk kennen, want dat weet ik zelf eigenlijk ook niet helemaal meer. Wel een tietje, hè? Tietje? Ja, wij kennen elkaar best een tiet. Een tiet? Ja. Oh, ik word hier ondertussen even in de tiet geschoten door een skeleton. Helemaal mooi. Ik heb het achter je spin ook trouwens. Denk ik leuk. Even. Is er een hort er gewoon bij. Ik heb al wat glas geplaatst op de daken. Willen wij een glazen dak? Hier is het klei. Willen wij een glazen dak? Willen wij geen extra verdieping? Of is dit gewoon een tijdelijk huis? Dit is een tijdelijk huis. Dit is een tijdelijk huis. Oh ja, hier was ik mee bezig. Met een mooie dak. Mooie dak. Jij was met het dak bezig. Ja. Oké, toch? Ik doe er een glazen wand in. Vind ik wel mooi. Wand? Ja, wand, ja. Wand. Ik ben helemaal van mijn apropos af eigenlijk. Door dat Project X. Door dat Project X. Dat was echt... Dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Ik merk het. Hoe je erover praat, hoe je erover... Ja, het heeft indruk gemaakt. Het is toch ziek? Ik vind het echt super klote dat we het nou niet kunnen laten zien aan onze kijkers. Nee, ik had het echt op gewoon... Ik had het willen laten zien, man. Als iemand het zich herinnert... Dan ben je wel een oldschool DDG-kijker sowieso. Ja. Als het dan op DDG was, is dat wel zo? Hoe bedoel je? Was het wel op DDG? Niet op dus David of zo? Is het niet zo oud? Nee, het is zeker weten dat het Dus David Games stond. Want je hebt ook van het Dus David Games Twitter-account getweet. Oké, ja, dan moet het als wel. Oké. Ja, brainfart, ik weet het niet meer. Maar het was zo spontaan en het sloeg zo nergens op. Maar is er überhaupt een beetje goed bekeken? Dat weet ik dus ook niet meer. Volgens mij had het iets van 40 of zo. Oh, 40 dagen, dat was toen best veel. Dat hoor. Was toen echt veel. Ja, het was heel veel en de video was ook een veel. Hey. En toen, volgens mij was dat eigenlijk de eerste keer dat mensen mij een beetje raar zagen doen. Raarder zagen doen. Avicii op de achtergrond, maar wat ja, hadden was we er... Ja, zo'n hadden Skrillex we remix was dat. Hadden we er een verhaallijn in zitten? Ik heb geen idee, je hebt het verzonnen en dat is... Dan kunnen mensen wel een beetje een idee krijgen wat voor een quality het was. Oh, dude! Ik denk dat ik ook weet waardoor ik geïnspireerd ben. Oh god, wat dan? Volgens mij was dat... 2013 zei je, hè? Ja. Dat is niet geheel toevallig moment dat ik terugkwam vanaf... ben jij al wat glas aan het pakken? Ja, XP, oh. Bitches. Toen kwam ik terug van de E3. En dat is een video die... toen had El Rubius, die had toen een keer een of andere video gemaakt met al zijn matties. En toen zei ik van, oh, die sfeer vind ik chill. Dat gaan we doen. Ja! Ja, dat was het! Ja, hè? Ja. En die heb ik je laten zien. En toen zei ik van, oh, dat kunnen wij ook. En toen hebben we dat soort van ook gedaan. En toen ging het... Ja, toen ging het op onze manier. Het ging apart. Ja.
Oh man, we moeten meer van zulke oude video's. Eigenlijk moeten we per aflevering gewoon even één oude video laten zien. Ja, hoeveel oude video's hebben wij samen? Nou, ik heb er 4.500 die niet dit jaar geüpload zijn. Niet dit jaar? Oké. Wat hebben we nog meer samen gedaan? Ik zit nu te denken. We hebben eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Heb je ooit omdat... in Kingdom iets gedaan? Of was dat ook meer... Nee, hè? Dat was op mijn oude kanaal. Daar hebben we veel meer mee gedaan. Ja. En, maar koken met Colin, zou dat er nog op staan? Dat staat er wel op. Onze eerste video samen. Nee, dat was niet samen. Nee, dat was met het... toen nog het in-game kanaal was dat. Nee, ik deed daar ook in mee. Ik heb meegedaan in het koken met Colin, in die studio, dat weet ik zeker. Ja, maar niet de eerste. Nee! Toen, ik weet nog wat we hebben gemaakt. Nou? Een pak van boter. Een pak van boter? Er was iets met een pak van boter. Ja, dit is echt zo oud. Ik was volgens mij een van de eerste in Nederland die sketches maakte op Minecraft. Of dat weet ik al zeker dat je dat de eerste was. Te verzonnen in ieder geval. Ja, klopt. En ik heb in ieder geval, ik heb er niks meer mee gedaan. Omdat het echt tering veel werk kost. Jongen, dat wil je niet weten. Kijkers hebben zoiets van, ah joh, zo'n sketchje. Maar... Maar dat is ook met films en zo, weet je. Het is 1.5 uur zit je naar te kijken. En er zijn mensen die gewoon een jaar van hun leven ermee bezig zijn. Ik weet een film te maken. Ik weet het, ik heb zelf natuurlijk Kingdom heel veel gemaakt, 150 afleveringen. Ik weet precies hoeveel werk het is om iets leuk in beeld te brengen. Ik ga lekker minen trouwens. Ga je minen? Ja, ik heb zin om te minen. Oh, maar voor je dat doet, kom nog heel even naar boven. Wow, ik heb hier kool gevonden. Mooi. Koolein. Oké. Wow. Ja, wanneer u klaar bent, uw hoogheid. Oké. Okay. Uwe hoogheid. Het is namelijk zover, Colin. Oh god. Shit, ik moet even zinnen. Als jij erin gaat verzinnen, dan ga ik nog even gauw dingen harken. Zeg maar dat je klaar bent. Dan kun je je broek weer omhoog trekken. Ja, ik weet er één. Oké, denk op je audio. Je kraakt. Oké, je kraakt zelf. Ik ga het oplossen de volgende keer. Ik ben klaar. Oké, ik hoor lastige vallen trouwens. Lijkt op de juice ook weer. En terecht. Oké. Klop, klop. Hallo. Wie? Is daar? Peter. Peter wie? Ja, Peter, hè. Nou, dat is inderdaad niet... Nee, alsjeblieft, doeg. Wat een kutgrap. Was een slecht... Verzin er zelf één! Nee, dat is jouw taak. Jij bent hier de lolbroek en ik ben hier de serieuze speler. We hebben dat gedaan. Hé jongens, dit is in ieder geval het einde van de aflevering. Dus als jij meer van Colin wil zien. Colin is momenteel bezig met vlogs. Je gaat het niet geloven, maar echt, hij krijgt zijn kop in beeld. Nou, niet alleen... Wow. Wat? Wow. Wat? Ik heb gewoon een grote glens, ja? Ja, dat weet ik. Nee, ik doe meer dan vlogs tegenwoordig. Wat doe je tegenwoordig nog meer? Ik heb sinds kort een chickie. Oeh, en die mag in beeld? Die mag ook in beeld. Die zit zichzelf ook vaker in beeld. Maar ja. Nou, dat kun je kijken op het kanaal Colijn. Dat staat in de beschrijving. Ik hoop dat jullie er even een kijkje kunnen nemen. En natuurlijk dat jullie even een like achterlaten. Nog een, ik weet niet hoeveel afleveringen we zouden doen. Maar dan is deze map te downloaden voor jullie. Dan kunnen jullie lekker rondkijken. Weer kijken waar we dingen hebben ingecheat. En wat we allemaal gemist hebben in bepaalde dungeons. Wat ongetwijfeld vast gaat voorkomen. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Dus, dag Colin. En kijkers. Dag. Doeg. Doei.